Samen moeten we hier doorheen komen. Dus laten we virtueel de handen in elkaar steken en uit elkaar, 1,5 meter. Ik heb mijn boodschappen in ieder geval in huis. Ja, ik heb nou weer een andere zak met voer voor Rijka. Ik had eerst van Bonzo. Het is alweer vandaag een vrijdag, 27 maart, en we leven om 14:25, bijna 2:30. Ik ga straks weer even lekker met Rijka wandelen. En nee, jullie gaan niet mee, ik doe gewoon een kort blokje, want het is bar koud. En ik heb thuis ook nog genoeg te doen, en daarbij kom ik net weer uit mijn bed rollen, omdat ik dus een knallende hoofdpijn vanochtend had. Nou ja, jullie weten, na die tijd heb ik een speeluurtje met Rijka, dus dat gaat dan ook altijd even door. En dan heb je wel weer wat anders, zoals met je poesjebeestjes. Er was weer eentje aan het overgeven, dus kon je weer erachteraan lopen om dat op te ruimen. Dat was Eeuwen in dit geval, kant of is buiten. Maar in ieder geval, ja, dan heb je toch wel weer het een en ander te doen. En ja, en dan vond je wel even iets laat. Ja, wat dan niet de bedoeling was. Nou oké, komt allemaal goed. Ik ben eruit, ik ben er weer. Frisse mond er. En ja, ik maak het ook 's nachts heel erg laat. Dat komt ook vanwege Facebook. Overdag doe ik er bijna niks aan. Dat is zeer zeldzaam. Ik ga het pas 's avonds in. Na GTST, nou vanavond vervalt GTST. Heel erg jammer. Allemaal voor iedereen die GTST-fan is. Maar ja, dat hou je. Ja, ik kan alleen maar zeggen, lieve vrienden, hou afstand. 1,5 meter, 1,5 meter afstand van elkaar bewaren. Uit elkaar. Ik blijf het maar melden, want meer kan je niet doen. Maar oké, samen zijn we sterk en samen moeten we tegen die coronavirus vechten. Samen moeten we hier doorheen komen. Dus laten we virtueel de handen in elkaar steken en uit elkaar, 1,5 meter. Dat wil dus zeggen, geen handen vast, maar virtueel. Virtueel kun je mijn hand vastpakken, maar verder niet. Uit elkaar, 1,5 meter. Ook buiten, bij jou. En zorg dat iedereen gezond blijft. Ook de jeugd die iedere keer elkaar opzoekt. Uit elkaar. Ik kan niet genoeg zeggen. Nou oké, we maken er een fijne dag van, want het is prachtig mooi weer. En wat ik weet dat is dat we zondag weer slecht weer krijgen. Dan hebben we weer regen en dat is niet fijn. Nee. Ik heb liever met dit weer met de coronavirus. Ik heb er tenminste wel een beetje fatsoenlijk eruit, of het hondje uitlaten, et cetera. Moet met de regen ook wel, maar dat is niet fijn. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik ga er vandoor. Ik zeg tot straks maar weer. Nou, lieve vrienden, ja. Rijka die is een beetje aan het gek doen, want die wordt een beetje opgejut door iemand. Maar, komt toch goed. Ik moet zo meteen nog boodschappen doen. Het is hier allemaal weer netjes. Spik en span. Dus de vaatwasser die draait. Daar ben ik weer blij om. En ik moet nog even wat boodschappen doen. En ik pak daar gewoon mijn booster voor. En ik ga eerst maar naar de DK. Ja. En dan hoop ik dat ik met mijn booster binnen mag komen, want het is tegenwoordig met karretje verplicht. Ja ho, dat red ik niet op om door een winkel heen te zwalken en dingen te zoeken, te bukken. Nee, dat red ik niet allemaal. Dat gaat het hem niet worden. Je moet bukken om dingen van laag te pakken en je moet je eigen uitrekken om wat hoog te pakken. Nee, dat gaat het hem echt niet worden voor mij. Maar ja, maakt verder niet uit. Ik zit trouwens heel erg laag. Even omhoog, ik heb nog een bak koffie staan.
Die ga ik zo meteen lekker opdrinken en daarna ga ik de hort op. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Doe ik ook. Wees vrolijk. Wees blij. En hou die afstand van je af. Ja. Blijf bij mij weg. 1,5 meter. Dank u. Desnoods een bord om je heen. 1,5 meter afstand. Ja, hoef je ook je mond niet openen. Dan kun je gewoon doorlopen. Ja toch? Het is maar net wat je wilt. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei doei! Ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, daar ben ik weer. Ja, terug van boodschappen doen. Want het is koud. Kleine stukje, even naar de deka. Maar ja, oké, ik heb even een rondje gereden. Even kijken hoe het met de rest van de winkels was. Nou, alles is dicht en... Moest er eentje bij Albert Heijn te pinnen. Alleen maar pinnen, hè? En boodschappen doet ze dan ergens anders. Deed ik voorheen ook. Ze moest alleen nog pinnen. Was ze verplicht om even goed een mandje te pakken. Met een booster. Ik, bij de deka, ik had geen mandje. Ik deed het gewoon allemaal in mijn tas. Oké, mijn handen werden ontsmet, want ik kon er niet bij komen. De tafeltje stond ver weg. Dus het werd gespoten en ik deed mijn handen schoonmaken en al. Nou, toen kreeg ik papier om het af te drogen. Het was met alcohol. Dus ja. Nou ja. Maar in ieder geval, ik heb mijn boodschappen in ieder geval in huis. Ja, ik heb nou weer een andere zak met voer voor Rijka. Ik had eerst van Bonzo. En dat is deze. Maar ja. Die raakt ook ten einde. Ik denk, nou, dan haal ik nou een grotere weer. En ander soort brokken. Zodat ze toch ooit kunnen overstappen op normale brokken die ik voor Frodo had. Met het rijst erin, et cetera. Dan kan ik zo'n hele grote zak halen. Aan de andere kant van de stad. En die zit dan weer in de kast. Ja, deze gaat nou ook in de kast. En een zak kattengrit en nou hier al allemaal die spullen, dus ja, zo kom ik wel weer een tijdje zoet, ja toch? Ja. Dus ja, we gaan dat even opruimen. Ik maak een bak koffie klaar met de waterkoker, die maakt zoveel herrie, kan ik nou niet doen, want dan ben je en ik niet meer te verstaan. Hé, Rijka? Wat is dat? Wat is er nou, Kandel? Je bent net binnen. Even normaal doen, gekkie. Ja, maar oké, ik zou zeggen, geniet verder van de namiddagavond. Wat is het? Ja, nog steeds namiddag. 6 uur is per avond. En voor straks smakelijk eten. Bon appetit. En geniet van je avond. Ja. En ik zeg tot straks maar weer. Doei.